Kinderen. KINDEREN. Nu de E-klank uit DE. U hoort de E twee keer in het woord kinderen. Andere voorbeelden zijn gemakkelijk, verschrikkelijk en aardig. Let op. U kunt de E schrijven als E i of i, maar de klank blijft hetzelfde. De e komt heel vaak voor in het Nederlands. De e lijkt op de e van vullen, maar er komt nooit een accent op. Je hoeft er niet veel voor te doen. De mond staat gewoon een beetje open. En als je dan geluid maakt, komt de e. Vanzelf. Kijk maar naar mijn mond en probeer de e zelf te zeggen. E. E. Ziet u? Ik doe niks met mijn mond. Het is alsof je even nadenkt. U. De e komt vaak aan het begin van een woord. Bijvoorbeeld in verhaal en verdriet. Of aan het eind van een woord, bijvoorbeeld in vriendelijk en huwelijk. Ik herhaal nu de woorden nog een keer. Hoort u dat er geen accent op de u-klank valt? Probeer de woorden na te zeggen. Kinderen gemakkelijk aardig. Klik nu op de Verder knop. Veel plezier bij de.